Goedemiddag. U kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl We zien op de satellietfoto dat met name in het noorden van het land nog laaghangende bewolking voorkomt. In de rest van het land is het zonnig. Ook vanavond zijn er brede opklaringen met uitzondering van het Waddengebied. De temperatuur blijft in het binnenland nog een tijdje boven de 20 graden. Komende nacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar zo'n 13 graden in het zuiden tot 10 graden in het noorden. Geleidelijk breiden wolkenvelden zich vanuit het noorden weer over delen van het land uit. Morgenochtend duurt het dan even voordat de lage bewolking weer is opgelost, maar uiteindelijk gebeurt dat wel op de meeste plaatsen. Het wordt dan 22 tot 27 graden bij een matige wind uit noordoostelijke richting. Ook op zondag hebben we veel zonneschijn, dan wordt het 25 tot 29 graden en misschien zelfs een lokaal tropische 30 graden. Dat geldt ook voor de maandag, dan zien we ook alweer wat stapelwolken aan de hemel. Op dinsdag kunnen een paar regen- en onweersbuien gaan vallen. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl